Een man kwam naar mij toe, een gemeentelid, ik kende hem wel vanuit de kerk. En hij vertelde mij over zijn dagelijkse beslommeringen. Dominee, ik had een prachtige baan. Maar ik ben nu werkeloos geworden. En als je werkeloos bent, dan zijn daar een aantal dingen die veranderen. Ik zei, mijn zoon, vertel eens wat. En hij zei, dominee, maatschappelijk, je mist contacten. Je mist financiën. Ik moet tegen mijn kinderen zeggen, ik ben nog geen dief. Het is van de vrachtwagen gevallen. Ik ben nog geen dief. Je moet respect hebben voor je vader. Dominee, mijn respect verdwijnt. Weet u wat het ergste is? In mijn handpalmen, zo heeft mijn moeder mij geleerd op grond van het boek, in mijn handpalmen staat geschreven, zie die lijnen maar eens, mens werkt. In de ene hand een M en in de andere hand een W. En ze vormen de woorden mens werkt. En dat drukt heel zwaar op mij. Iedere keer als ik die handen zie, dat eelt, die handen die zwaar en hard werk gewend zijn, dan zie ik die letters mens werkt. Een gegeven taak. En nu werk ik niet meer. Dominee, dat kwelt mijn ziel. Wat moet ik doen? Toen zei ik, waarde vriend, je kunt het ook anders bekijken. Draai uw ene hand eens op. En hij draaide zijn hand om en las opnieuw. Ik zei, wat staat er nu? Nu staat er, dominee, wee, wee. Zeg, ga daar nou maar eens van genieten. Ik dank u.